Als mensen ons bellen of mailen voor de verkoop van hun huis, is de eerste vraag stevast. Ik wil mijn huis snel verkopen. Hoe werkt Funda en hoe lang duurt het voordat mijn huis op Funda staat? Ik leg het je uit. Hierna. Ik ben Theo Heus, NVM makelaar bij Digimakelaars.nl, de makelaar van Nederland. We kopen en verkopen huizen door het hele land en we weten precies hoe jouw huis het best op Funda staat. Verderop heb ik nog een link voor je naar een overzicht waar je op moet letten als je je huis op Funda plaatst. Hoe werkt Funda nou eigenlijk? Een huis op Funda plaatsen kan alleen via een makelaar. Vroeger kon het alleen door NVM makelaars, maar nu kan iedere makelaar woningen op Funda plaatsen. Wel hebben makelaars die bij de NVM zijn aangesloten, zoals Digimakelaars, nog betere manieren om op Funda reclame te maken. En zit de prijs van Funda, voor zolang als het nodig is, erbij in. En bij niet-NVM-makelaars betaal je extra Funda-kosten per drie maanden, per half jaar of per jaar. Makelaars hebben een computerprogramma waarmee ze de huizen in een centraal systeem zetten, waar Funda de advertenties dan weer uithaalt. Een makelaar heeft wel een paar dingen nodig voordat je huis op Funda kan. Voor alle duidelijkheid, ik spreek over makelaar en hij, maar ik bedoel natuurlijk zowel hij als zij. Het praat alleen wat makkelijker. Allereerst moet de makelaar je huis zien om er een oordeel over te kunnen hebben. De zogenaamde woningopname. En bij de NVM is die opname verplicht. En dat is maar goed ook, want als alles echt klopt, dan blijft de kwaliteit van de advertenties op Funda hoog. Dus er moet een afspraak worden gemaakt. Hij loopt met jou door het huis, neemt het op, kijkt naar de maten, de ruimtes en de afwerking. En verder natuurlijk ook naar de bouwkundige staat: de isolatie, de duurzaamheid. En daarnaast kijkt hij naar de ligging en hoe het huis in de markt ligt. En daarna rekent hij voor jou uit wat nou de mogelijke opbrengst zou kunnen zijn. En daarop baseert hij dan een vraagprijs voor je huis. Maar dan ben je er nog niet. Er moet een verkooptekst geschreven worden, er moeten foto's worden gemaakt, de plattegronden moeten worden uitgewerkt en er moet nog heel wat papierwerk aan het dossier worden toegevoegd. En met papierwerk bedoel ik natuurlijk ook scans, etc. Dus. Dat betekent dat je moet zorgen voor je ideebewijs, het eigendomsbewijs of bij een erfenis ook de verklaring van erfrecht. En is er een scheiding geweest, dan ook nog eens een keertje het echtscheidingsconvenant. Want daarin staat dan wie de eigenaar van het huis heeft. Of hoe het is geregeld. Heb je een appartement te verkopen, dan komt er nog meer papier bij kijken. Zoals de verslagen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren, het financiële overzicht, het meerjarenonderhoudsplan en de splitsingsakte. En is er erfpacht? Dan komt er nog een akte bij. De erfpasakte dus. Zodra we bij Digimakelaars alles bij elkaar hebben, dan kan jouw huis vrijwel dezelfde dag online. Sommige verkopers willen namelijk echt hun huis snel verkopen. We sturen ze dan onze opdracht vooruit via DocuSign. Dat is een hele fijne dienst om online te ondertekenen. En we waarschuwen direct daarna de fotograaf en de verkopers die zorgen dan al dat we alle papierwerk gemaild krijgen. Of dat het in hun klantendossier wordt geüpload. Onze makelaar maakt een afspraak om de woning op te nemen gelijk of direct naar de fotograaf. En moet het heel snel? Dan gebeurt het ook wel eens dat de makelaar na zijn bezoek nog een paar gegevens doorbelt naar kantoor. En dan kan het huis dezelfde avond nog online staan. Dat is toch super snel? Zo kun je dus je huis zelf verkopen op Funda. En wil je weten waar Funda op let? Klik dan hieronder straks op de link voor een gratis overzicht. Vond je dit een interessante video? Geef hem dan een like en deel hem met je vrienden. Dat zou top zijn. Abonneer je hieronder op ons YouTube-kanaal. Klik op de bel en ontvang iedere donderdag een berichtje als we weer een nieuwe video plaatsen. Tot de volgende keer.